Maar de kracht van geloven is voor mij in ieder geval heel nadrukkelijk dat er altijd een bron buiten jezelf is. Dus we leven in een samenleving waarin het heel erg gaat over wie ben ik, wat kan ik, hoe gebruik ik mijn gaven en talenten. Maar er hoeft maar iets te gebeuren in je leven waardoor je het grip verliest. En geloof heeft te maken met een, zoals de Bijbel zegt, een vaste grond van dingen die we hopen, en dat is in de Bijbel een zeker weten. Iets wat je niet ziet, maar wat daar is, waar je aan vast kan houden. Ja, en als ik daar dan een dimensie bij mag leggen, dan is het voor mij wel heel nadrukkelijk het geloof dat er iemand is die mij vasthoudt. Dus het heeft niet meer zozeer te maken van met ik moet geloven dat het wel goed komt, maar ik mag geloven dat ik gedragen word. En dat is een uitkomst in, nou, alle moeilijke momenten in mijn leven, maar eigenlijk ook heel vaak in de dankbare en goede momenten die je mag vieren.